Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. De dag begint met veel wolkenvelden en in Flevoland valt er ook een enkel buitje. In de loop van de dag gaat de bewolking wat vaker breken en dan komt de zon dus tevoorschijn, maar echt ronduit zonnig wordt het zeker niet. Met name in het noordoosten kan zeer lokaal nog een bui vallen, dat geldt zowel voor vanochtend als ook voor vanmiddag. De temperaturen gaan toch behoorlijk oplopen? Vanmiddag bij van tijd tot tijd zon, temperatuur van 19 naar 20 graden in het noorden, 17 en op de Waddeneilanden 15. En er staat de hele dag weinig wind. Ook vanavond her en der een bui, de kans op een bui neemt dan eigenlijk weer overal toe, alleen in het midden en oosten van het land blijft het waarschijnlijk grotendeels droog. Van komende nacht trekken er wel buien over het hele land en ook morgenochtend kan er nog een enkele bui vallen. Daarna wordt het tijdelijk droger en bij stevige wind laat dan de zon zich zien. Aan het einde van de middag en in de avond neemt de buigheid opnieuw toe. Zondag gaan we het niet over buien hebben, dan blijft het eigenlijk overal droog. De zon schijnt geregeld en de temperatuur ligt tussen de 13 en 16 graden. Als de wind nog wat afneemt, kan het nog een paar graden warmer worden. Echt warmer wordt het maandag en dinsdag, dinsdag plaats ik zelfs 25 of 26 graden. Ik ben Michiel Severin van Weerplaassen.nl.